kind droomde ik er altijd van om stuntvrouw te worden. Door brandende ramen springen. Oh! Of een gevecht leveren. Oh! Of aangereden worden door een auto. Oh! Nou, Kim, Natasja, kom erbij. Holy moly, hé. Nou, welkom. Jullie zagen net al een stukje. Jullie gaan hier vandaag leren hoe je voor een televisieproductie een filmgevecht doet op het witte doek. Nou, Vincent, kom erbij. Vincent is mijn collega. Wij gaan alle stunts voor jullie voordoen. We gaan eigenlijk beginnen met een hele makkelijke basistechniek. En dat is gewoon een vuistslag naar het gezicht. Ik sla twee klappen. Eerst met links en daarna met rechts. Ja? Komt-ie. Maar ik hoorde ook geluid. Sla jij jezelf? Ja, ik sla mezelf met een vlakke hand op mijn borst. Op het moment dat mijn vuist voor zijn gezicht langs gaat, sla ik op mijn borst. Juist. Dames, ik denk dat we weer genoeg hebben gepraat. Ik denk dat het weer tijd is voor actie. Ik ga jullie meenemen naar de volgende stunt. En ik ga jullie leren hoe het is om aangereden worden door een auto. Nou, dames, dan met me mee. Hier staat de auto waar jullie door worden aangereden. Je ziet, de auto is een beetje ingepakt voor jullie in onze veiligheid. We hebben de bumper hebben ingepakt, we hebben de motorkap ingepakt, we hebben het glas eruit, we hebben plexiglas ingedaan. En voor de bestuurder zometeen, want jullie gaan elkaar zometeen aanrijden. Dus jullie gaan echt, één van jullie wordt de bestuurder en de ander wordt de stuntvrouw. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Natas, het was echt heel fijn om jou gekend te hebben. Koelbloedig, hè? Nou, dames, we zijn hier bij de sprongbrug aan het venster. Je ziet daar het venster waar we straks doorheen gaan springen. Komt echt vuur, echt rook bij kijken. Ik denk dat deze de heftigste is voor jullie. Ja. Het gaat helemaal goed. We gaan het rustig aanpakken, zodat jullie allebei veilig door het venster heen komen. Ja, ik ben kapot, maar echt bedankt voor deze intensieve dag. Helemaal goed. Nou, leuk dat jullie er waren. Ik hoop dat jullie een beetje een inzicht hebben gekregen in ons vak. En dat jullie genoeg inspanning hebben gekregen om nu lekker te gaan ontspannen. Ja, ik vond het super gaaf. Ik vond het af en toe ook best wel een beetje eng. Ik ben helemaal uitgeteld. Dus we kunnen een kopje thee drinken voor onze brandend raam gezellig. Helemaal goed. Ja, gelijk wel goed.